niet omdat je iets gekozen hebt, dat je het zo te halen verspilt. Dus als je wil werken en een doorzetter bent, dan raak je altijd. Als je wil werken en wil doorzetten. Ja. Dus zo'n cursus is makkelijker, allee, beter en effectiever voor dan in een bedrijf te gaan werken dan 5 jaar studeren. Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik helemaal niet zeggen. Iemand die een economische opleiding gedaan heeft, dat is natuurlijk interessant. Ik ga dat helemaal niet afleiden. Maar als je ze niet gedaan hebt en je wil toch een managementfunctie in het bedrijf doen, dan moet je de opleidingen nog bijvolgen. Ja. Maar het feit dat je er concreet in zit, is gemakkelijker toepasbaar. Ja. Het vergt wel een enorme inspanning, want dat is 3 avonden in de week, van 4 tot 10. Ja. En dan ook soms in het weekend. Je moet studeren ook. Dus studeer goed terwijl je. En als je dan iets anders wilt doen, dan doe je het. Niet zo dat ik moet laten tot laat, ik zie het helemaal niet. Dus studeer maar goed. En ben je eigenlijk trots op wat je hebt opgebouwd of had je graag enkele dingen anders gezien? Enkele dingen anders gezien? Nee, ik kijk nooit achterom. Ik kijk altijd vooruit wat er geweest is, is geweest. En je kunt daar toch niets aan doen. De toekomst, aan de toekomst mee werken. Ben ik trots? Trots is een groot woord. Ik ben content dat we zo bij zijn. Maar ik ga herhalen, een bedrijf zet je niet alleen. Het is in samenwerking met al die mensen die in je bedrijf zitten. Wij hebben onze werknemers nodig, werknemers hebben de werkgever nodig, dus dat is een wisselwerking. Wij hebben